ik goed train, als ik mijn dingen heb gedaan, dan denk ik niet meer aan de tegenstander. Dan voel ik me fijn. Dan weet ik bijna zeker dat ik de wedstrijd ga winnen. Als ik één keer denk van, ik aarzel, dan zit ik al 1-0 achter. Murat Aygun uit Enschede. 28 jaar en kickbokser van beroep. Weet wat het is om een kampioensriem omgehangen te krijgen? Hij verdiende er het afgelopen jaar 3. Afgelopen jaar ging heel goed. Heb 3 wereldtitels binnengehaald. Ja, heb totaal 7 wedstrijden alles gewonnen. En tot nu toe alles gewonnen. Dus het was een perfect jaar voor mij. Dus op dit moment heb je zoveel bonden. Kickboksen. Het is niet als vroeger, zeg maar, dat je 1 bond had. En nu heb je zeg maar 10 bonden of zo. En daar de 3 van heb ik, zeg maar, de wereldkampioenschap. Zoals iedere vechter heeft ook Aygun een bijnaam. De Butcher, oftewel de Slager. Klinkt gevaarlijk, maar toch is het verhaal erachter iets minder spannend. We hadden een eigen slagerij. Ja. We hadden een supermarkt, waar we een slagerij hadden, zeg maar. Wel een beetje, ik was niet echt een superslager, maar ook in de wedstrijd gingen ze slachten, weet je, met de low kicks. En daar komt die bijnaam dus ja, vandaan. Daar komt een beetje naartoe. Peter Riff gaf mij die naam. En Peter is Peter Aerts, drievoudige wereldkampioen K1 en trainer van Aygun. De beste van de hele wereld was dat. 3 keer wereldkampioen. Qua 1 bond, zeg maar. Toen was er 1 bond. Ja. Daar zei de beste van. Wat leer je van hem? Echt alles. Dus hoe je moet gedragen, hoe je moet vechten in de ring, waar ik heen moet. Echt de techniek dingen en zo. Aerts is nog altijd wereldberoemd in Japan en aan die roem heeft Aygun inmiddels ook geroken. Ja, dat is echt niet normaal als we daar lopen. Weet je. Als ze zien dat Peter het is, dan gaan we naar Pieter Aerts in een hele straat. Komt gelijk naar Peter toe. Zitten we daar 20 minuten te wachten. Dus ik zit naar Peter te kijken, Peter, foto's. Weet je. En dan moet jij ook ooit gaan worden. Ja, dat zou mooi zijn. Maar zoveel leeft het niet meer. Zoveel leeft het niet meer. Terwijl het hier in Nederland lijkt het wel steeds populairder wordt, hè? Ja, terwijl alle beste kickboxers ook uit Nederland komen, weet je? Ja. En uiteindelijk moet ook Murat Aygun een keer... Snap je? Dat komt nog. Maar eerst moet er hard getraind worden, want de eerste wedstrijden staan alweer gepland en dat zijn niet de minste. Ik heb 13 mei heb ik een wedstrijd, moet ik een 4-mans-toernooi vechten. Als ik die win, kwalificeer ik me voor 8-mans-toernooi. Eind deze jaar, zeg maar. Op dit moment heb ik dat staan, dus ga ik daar naartoe, weet je. Nu zit ik normaal gewoon te trainen, zeg maar. En eind, zeg maar zo'n anderhalf maandje ervoor, ga ik echt pieken. Weet je, echt 2 keer echt alles uit je lichaam halen. 2 keer per dag. En dan tot de wedstrijd toe, zeg maar. En de laatste week rust je gewoon uit. Want ja, de dag dat je een keer gaat verliezen, die komt natuurlijk wel. Dat kan komen, weet je. Ja. Maar dat denk ik natuurlijk niet aan. Ja.